even heel plat gezegd, shit is going to hit the fan. Wat gaan we in godsnaam doen? En die gaat dan gewoon hekken, sleutelen, klussen. En dan komt daar echt een dik apparaat uit. Hoe is het met je? Ja, heel goed. In die zin, het zijn echt natuurlijk net als voor iedereen hele rare tijden. Maar wel echt onwijs lachen om hierin te springen en te zien dat er ook... de kans gecreëerd kunnen worden en dat die ook dik aanslaan. Ja, want daar ben jij dus echt de personificatie van. En daar wil ik het zo meteen even met je over hebben. Maar toen we elkaar de laatste keer spraken, was je met een heel ander product bezig. Hoe is daarmee? Nou, dat was natuurlijk... nu, dat is goed. Alleen, dat was natuurlijk feedback via knoppen, et cetera. Ja, wat de meeste mensen wel kennen, weet je wel. Je komt in zo'n ruimte en dan heb je een paar knoppen. En dan kun je zeggen, I like it or I don't, zeg maar. Ja, precies. Lekker eenvoudige manier van feedback geven. Veel data ophalen en analyses op loslaten. Ja. Volgens mij nog steeds super relevant, hoor. Voor plekken waar custom experience gemeten moet worden. Ja. Maar we zagen toen corona uitbrak meteen al... dat mensen natuurlijk die knoppen niet meer aanraken. Ach, ja, dus je shit. Ziet heel snel die data teruglopen. Ach, verdomd, ja zeg. Ja. Oh, en toen belden klanten jullie op van... holy, het werkt niet meer, kom ze maar ophalen. Nee, gelukkig. Ik hou altijd wel een beetje van de juiste andere kant op. Dus we zagen dat gebeuren. We zeiden, ja, dat begrijpen we natuurlijk. Dus we hebben op zich die abonnementen ook op een freeze gezet. En gezegd van, ja, weet je... heel veel gingen natuurlijk ook dicht op een gegeven moment en zo. Ja. Dus het hangt nog op heel veel plekken. Alleen, ik ben heel benieuwd wat er straks gaat gebeuren. We hadden net ook een variant gemaakt waar je voor kon hoveren. Over op toiletten, zodat je ze niet hoeft aan te raken. Dus dat was toch grappig. Hadden we dat maar iets eerder gedaan, zeg maar. Ja, want die vraag die ontstond natuurlijk waarschijnlijk al. Dat mensen zeiden van, ja, iedereen zit er met zijn poten aan die knoppen te drukken. En zeker op een wc, dan ga ik daar niet op lopen klikken. Dat was natuurlijk voor corona bij sommige mensen al een punt... Ja, en weet je wat grappig is? Wat mensen zeggen en doen is soms wel tegenstrijdig. Hè? Dus heel veel mensen zeggen dat. Maar wij zagen aan de data dat dat nogal meevalt. Dat er gewoon heftig dat toch stiekem heel veel mensen het wel gebruiken. Want waar hingen, want hoe heet dit apparaat ook weer? Die we toen, dat is echt wel lang geleden over hebben gehad. Dat noemen we nu Tridex Classic. Dat is echt met thumbs up, thumbs down. Ja. Daarna hebben we nog Tridex Buttons gemaakt met allerlei varianten in de vorm van smileys en zo. Maar dan meer gericht bijvoorbeeld toiletten, echt icons die over het toilet gingen. Hele specifieke. Specifieke op te halen. En met hoeveel klanten werkt dit product nu? Of werkt er? Best wel veel retailers over met name Nederland wel en een paar in Europa. En een enkeling in de US. Ja. Dus hoeveel er precies uitstaan weet ik niet. Maar dat is nu geen business. Nee. Dus wij deden inmiddels ook andere dingen met cameravisie, met sensoren, met allemaal dat soort dingen. Dat is nu op zich ook nog wel business. Maar je ziet, wij zitten echt aan de voorkant van proberen in ieder geval echt high-tech oplossingen te bieden. Ja. Met echt innovatie op het gebied van klantbeleving. Ja, daar zagen we meteen al, dat begrijp ik ook heel goed, bedrijven nu niet zeggen van... oh, laten we even investeren in super high-tech toffe nieuwe oplossingen. Hmm. De focus ligt natuurlijk nu gewoon op veiligheid. Hoe gaan we in godsnaam open? Hoe houden we die anderhalve meter economie? Ik kan het woordje bijna niet meer horen. De anderhalve meter. Ik hou het ook niet vol. Jij? Nee, het is heel moeilijk. Ja. Het is gewoon moeilijk. Weet je? Ik vergis me ook in die anderhalve meter. Ja. Dan denk ik, weet je wel, ik sta er dichtbij. Dus... nee, ik snap wat je bedoelt. Jij wordt snel moe van al dit soort woorden natuurlijk. Ja. Maar het is voorlopig wel even realiteit. Ja, sure. Hey, en dan kom jij op het idee, hoe heet het ding? Aura Aware of zo? Vertel. Ja. Vertel eerst eens, wanneer kwam je op het idee? Ja, dus ik werk al zo lang, nou niet zo lang als ik kan werken, dat is overdreven. Maar al een jaar of 12 inmiddels samen met Steven. Hè? Ik weet niet of we dat toen ook zo hebben gehad, maar dat is... Die heeft ook al wat lessen geleerd in het verleden, toch? Als het gaat om moeilijkere tijden. Ja, zeker. Ja. Nou, we hebben echt al heel veel rollercoasters gehad, dus dat is superleuk. Oké, vertel. In hindsight. Omdat we dus die verschuiven enerzijds zagen van... Oké, even heel plat gezegd, shit is going to hit the fan. Wat gaan we in godsnaam doen? Ja. Anderzijds zagen we dus de verschuiving bij heel veel partijen naar we moeten gewoon zorgen voor veiligheid. En toen hebben we het team uitgedaagd en gezegd van laten we eens met elkaar sparren over hoe we dit nou kunnen gaan aanpakken. En eerst hadden we bedacht
om een soort queue management app zeg maar toe te passen. Ik zet even mijn pingetjes uit, sorry. Die hoor jij misschien? Nee, ik hoor ze niet eens. Oké. Eerst had ik hadden we een idee om te zeggen, laten we iets doen met de rijen die ontstaan voor supermarkten en zo, weet je wel. Ja. Nou, dat probleem bleek zeker in Nederland niet groot genoeg te zijn en dat reguleerde zich best wel snel gelukkig. Dus toen hebben we dat losgelaten. En we hebben echt gewoon in sprints van uren zitten denken van oké, wat kunnen we nou doen? Hoe kunnen we helpen? Waar zit onze kennis? Waar zit onze kracht? Nou, en toen kwamen we met dit idee van ja, we moeten eigenlijk gewoon echt bewustwording creëren. Want dat zien we met heel veel van onze producten van gedragsverandering, bewustwording. Dan ga je eigenlijk ook zorgen dat je werkt aan verbetering. Ja. En toen ontstond van oké, als we kijken naar IoT, naar sensoren, kunnen we niks met die afstandsbewaring doen. En toen ontstond dit idee. Ja, en dan is het wel, dat vind ik echt heel cool, dat Steve is echt zo inventief en die gaat dan gewoon hacken, sleutelen, klussen en dan komt daar echt een dik apparaat uit. En want voor de mensen die nu zitten te denken, wat is het dan, zeg maar, wat is het? Ja, tuurlijk. Dus wat het is een apparaatje die zet je op counters of op balies. Je hebt die niet bij scant je, de omgeving. Je hebt hem niet bij je. Jawel, ik heb hem wel hier. Wacht. Ja, ik wacht. Dan moet ik hem heel even snel pakken. Ja, ja, ik wacht wel gewoon. Ja. Thanks. Kijk, hij gaat nu piepen, maar ik ga je even meenemen. Ja. Oké. Okay. Kan je dat zo zien? Ja, perfect. Ja, dat is misschien moeilijk. Ja, nee. Er is hier heel veel lichtinval. Ja. Dus dat maakt het even lastig. Nee, maar ik zie hem. Hij is nu groen. Hij is nu groen. Ik sta op de rand, zie je dat? Ja. Dus als ik nu dichterbij ga, dan wordt hij dadelijk rood en dan gaat hij piepen. Ja, geweldig. Dit is de essentie. Hoe simpel. En als ik terug ga, dan wordt hij weer groen. Zie je dat? Ja. Dus het is eigenlijk heel simpel. Ik zal hem uitzetten, anders worden we er gek van. Ja. Maar het is eigenlijk dus vrij eenvoudig in de zin dat het duidelijk is voor mensen van, ik heb iedereen die voor het apparaat heeft gestaan, die heeft gezegd, is dit 1,5 meter? Hm. Oh, weet je wel. Dus je moet die afstand bewaren, dat is best wel lastig. En het is een subtiel piepje van, oké, als er interactie is, komt er gewoon sneller bewustwording. Dus als je een sticker ophangt, ja. Dan is dat toch nog lastiger. Dus ik hoop dat het een beetje te zien was. Ja, dat was zeker te zien. En waar staat het ding? Waar is die ideaal voor? Is dat winkels en dat soort plekken? Nou, eigenlijk kun je je voorstellen, overal waar een counter is. Dus ziekenhuizen, ja. Banken, showrooms, winkels. Al dat soort plekken. En overal waar infobalies zijn, gemeentes. Ja. En de eerste plek, of de eerste vraag die mij dan oproept, is als ik countermedewerker ben, dan word ik gek van het piepje natuurlijk op een gegeven moment, of niet? Ja, het ligt er heel erg aan de situatie. Dus we hebben een app. Daarmee kun je een paar dingen kiezen. Je kunt zeggen, ik wil piepje uitzetten. Mm-hmm. En je kunt de afstand instellen. Want stel je voor dat jij een counter van een meter hebt die jou al een meter beschermt. Ja. Dan kun je hem ook op 50 centimeter zetten, zeg maar. Ja, dus het is een beetje afhankelijk van welke situatie welke lengte nodig heeft. God. Hey, want die jouw, hoe heet die paar? Simon heet hij toch? Of Steven? Steve. Ja. Steve. Die gaat dan echt knutselen. Ik heb al eerder met jullie gesproken hoe dat eerste product tot stand kwam. Echt met, nou ja, dat is echt. Hoe is dit dan? Hoe gaat hij dan hiermee aan de slag? Ja, dus kijk, we waren hier wel meer voorbereid op. Dit moet snel, dit moet in volume, dit moet schalen. Weet je wel, heel snel. Nou, daar hadden we met TriLikes inmiddels gelukkig ook ervaring mee. Dus wat we doen is, we hebben heel veel machines zelf ook en zo. Dus we bouwen een prototype heel snel zelf. Ja. Die testen we helemaal door. Tegelijkertijd zetten we allemaal lijnen op met fabrieken waar we mee werken, et cetera, om te zorgen dat we ook massaproductie kunnen doen. Waar staan die dan? Op dit moment werken we in Nederland, omdat wij het altijd lekker vinden om gewoon eigen economie te ondersteunen. Zo, kom je nu goed mee weg, zeg. Je zal in China hebben gezeten en zo. Ja, ja, kijk, ik denk dat de kunst van goede hardware ontwikkelen ook is goed designen. Dus als je heel goed designt, dan kun je het ook zo maken dat manual labor niet dusdanig aan te pas hoeft te komen. Dat je, kijk, als je echt naar massa gaat, wordt het misschien goedkoper verder weg. Mm-hmm. Maar
als je het gedegen en goed doet, en weet je, dan kan je dat hier ook doen. En het gaat nu niet om zo snel mogelijk, zo cheap mogelijk, zoveel mogelijk verdienen. Daar zit, in die hoek zitten we nu helemaal niet. Nee. We zitten gewoon op een mooi, goed, uitziend, goed werkend, fatsoenlijk product maken wat mensen kan helpen. Hey, maar Janneke, even van de eerste brainwave dat jullie met z'n allen zaten van, wow, dit is wat, tot dat het, zeg maar, de eerste exemplaren productie klaar waren en gewoon op de counters konden komen staan. Hoeveel tijd hebben we het dan over? 2,5 week. Dus je kan misschien wel wallen zien. Nee, je ziet er echt formidabel uit na 2 weken slopende arbeid. Niet normaal. Dat is gewoon doorakkeren dan gewoon. Ja, we hebben 24/7 met een team echt 24/7 hier aan zitten beuken. Want kijk, nu wordt de grotere productie, draait nu. Ja. Dus tussen 3 en 4 weken gaan echt de eerste naar alle bestellingen. Je wil niet weten overigens hoeveel dat er zijn. Nou, dat wil ik wel. Over. Ja. Ja, we hebben de eerste productierun van 10.000, die hadden we binnen 1 dag, was dat geregeld, zeg maar. Dat is echt crazy. En we moeten de hele campagnes rondom ook naar buitenland en zo nog opstarten. Maar we krijgen van Dubai tot Amerika, Duitsland, Engeland. Het is echt hilarisch. Maar hoe groot is het risico dat je hiermee over de kop gaat? Want het is natuurlijk, je moet dit wel managen, of moet je dit helemaal niet managen? Is het gewoon gaan? Ja, ik ben van die mening. Gaan. En tuurlijk, gelukkig hebben mensen in deze situatie ook wel begrip. Als je bij wijze van zegt van, het is 3 weken en het wordt 3,5 week. Mm-hmm. Of weet je wel, je moet achteraan de rij aansluiten voor productie, sorry. Want dat hoort er nu wel even allemaal bij. Dus we doen echt ons best om dit zo goed mogelijk te doen. En we hebben ook wel, kijk, we hebben ondersteuning van het team van Harvard. Bedrijf uit Nederland. Mm. Geen start-up meer. Nee. Met die founders hebben we gekletst. Die zeiden, ja, dit is helemaal top. We gaan jullie ook ondersteunen en helpen. Harvard, die heb ik geïnterviewd volgens mij. Hoe heet hij? Barend Raaf. Ja, Barend Raaf. Ja. Dus ook op CVD-TV geweest al. Ja. Ja. Ja, die ken ik trouwens. Ja, superleuk hoor. Ja, en je ziet dat ondernemers elkaar helpen. We hebben een aantal andere ondernemers gesproken die zeggen, we willen hier aan meebeuken, we gaan jullie helpen. Dus we zijn wel echt ook proberen om het professioneel goed te doen. Want ja, je hebt het wel natuurlijk over serieuze schaal dadelijk. Dus luister, Jan, wat kost dat ding? Is enkel stuks €99. En dan zit er een staffel in die gaat tot €69. Maar dan gaan jullie heel veel geld verdienen. Ja, nou, dat valt wel mee hoor. Wat? Hoezo? Nou, kijk, we hebben het zo gedaan, wat ik net zei. Het moet echt gedegen in elkaar gezet worden en goed lukken. En we willen dat het ook voor de middenstand en voor zelfs de horeca en zo. Mensen hebben het echt zwaar nu. Ja. Willen we ook dat het betaalbaar is om het neer te zetten. Dus we hebben ook gezegd, we gaan nu niet een mega bedrag op zo'n product zetten. Want kijk, voor een goede sticker met alles erop en eraan betaal je ook al wat. Hier zit allemaal techniek in. Mm-hmm. Met sensoren, met batterijen, met weet je wel. Dus, de marges zijn niet al te dik. Nee. Maar goed, als we wereldwijd heel veel verkopen, dan kan het best zijn dat het ook nog leuk is. Ja, dat zou natuurlijk best mooi zijn. Want, ja. Hoe reageert de markt op? Want staan er al prototypes en zo links en rechts? Draait het al links en rechts? Nee, we hebben ervoor gekozen om die fase over te slaan, omdat het gewoon enorm zou vertragen. Dus we hebben onze eigen prototypes gemaakt. Die hebben we getest in een aantal omgevingen bij vrienden en bekenden, die winkels, restaurants, weet je wel, dat soort plekken. En toen heb ik gezegd, we gaan gewoon meteen volle productie draaien, want anders moeten we nog 3 weken wachten. En dat is echt zonde in deze tijd. Jezus. Hey, en Janneke, als je nou, want daarvoor maak ik deze video's ook een beetje, hè, want je bent een prototype voorbeeld, vind ik, van iemand die schakelt. Als er nu andere ondernemers zitten te kijken, hè, die vanuit hun huidige businessmodel, wat jullie eigenlijk ook hadden, hè, van oh shit, de zaak stort in, we moeten wat. Heb jij tips hoe dat dan werkt, dat je tot een nieuw idee komt, of dat je om kan schakelen, of dat je iets anders kan gaan doen? Wat helpt daarbij? Wat moet je dan doen of niet doen? Ja, ik denk altijd, maar goed, wat weet ik nou, maar ik denk altijd, Als je niet van verandering houdt en als je dingen toch een beetje eng vindt en zo, ja, dan is dat heel moeilijk, weet je wel. Dus ik denk altijd, als je probeert te denken wat allemaal wel kan, en dat is een beetje een cliché ding, maar als het glas gewoon altijd half vol is en je positief bent en denkt, oké, dit kan allemaal niet, even in een paar uur kan ik dan misschien die klap even verwerken en balen,
Maar nu ga ik kijken naar wat wel allemaal kan. En, ja. en welke resources heb ik dan? En wat is realistisch en haalbaar in hele korte tijd? Mm-hmm. En maak dan gewoon simpel gezegd je sprints. Ga het doen. Ja. Ja, ik hoor gewoon toch te veel mensen die zeggen... We horen nu bijvoorbeeld heel vaak... Oh, dat zou ik ook wel willen dat ik dat had bedacht, weet je wel. Dan denk ik, nou, hartstikke leuk, compliment. Ja. Ga gewoon dingen bedenken en ga ze gewoon doen dan. Ja. En dan, ja, wat ik zei, wij hadden eerst ook een ander ideetje. Was binnen 2 dagen hadden we door, dat wordt hem niet. Nou, oké, okay, afschrijven en door naar de volgende. Weet je wel, we hebben al, ja. En dat is wat jij sprints noemt. Dus gewoon in korte iteraties, gewoon, huppakee, brainen, ja, nee, hup, links, rechts en door. Ja. Want hoe groot is jullie organisatie nu? Nou, we waren ook een beetje afgeschaald. Toen we net hoorden dat de coronacrisis was en we dit idee niet hadden enzovoort. Ze hebben ook een aantal contracten niet verlengd. Omdat we wisten van, ja, er wordt een zware tijd. Ook voor ons met heel veel retailklanten. Mm-hmm. Dus toen gingen we terug naar een mannetje op 15. Mm-hmm. En nu hebben we in combinatie met de ondernemers die helpen en dat soort dingen zitten we in dit nieuwe team ook al wel toch wel weer met een man of 20. Met een kantoortje en salaris en alles. Nou, iedereen levert vol in, hoor. Dus we zijn vooral aan het investeren met z'n allen nu. Wat zijn de risico's die jullie lopen, of denk je daar niet aan? Ik denk daar 's nachts wel eens aan. Wat zijn dan de nachtmerries? Het lastige vind ik... Kijk, we hopen eigenlijk dat dit eindig is natuurlijk ook, hè. Want als de corona... Ik wil dat deze hele ellende, net als iedereen, dat gewoon voorbij is. Ja. Dus wat dat betreft is het een heel uniek bedrijfje aan het worden. Het is een project en wordt misschien een bedrijfje waarvan we allemaal hopen dat het eindigt. Ja. Waar ik me druk om maak gewoon is van oké, de snelheid. Hoe gaan we iedereen voorzien van de juiste informatie? Hoe gaan we zorgen dat we iedereen kunnen helpen? Dat soort dingen gaat veel te tegelijk nu door je hoofd. Maar goed... Ja, van de andere kant, dat zijn niet echt problemen natuurlijk. Heb je veel persaandacht? Ja, dus we hebben veel persaandacht inderdaad. We zijn bij Goedemorgen Nederland geweest. Dat heeft heel veel weer aanvragen, et cetera, opgeleverd. Dus vanmiddag weer een hoop calls en zo. Dus er komt veel pers aan. En ook vanuit Amerika zien we nu een aantal dingen aankomen. Dus dat is wel spannend. Dus ik ben heel benieuwd. Leuk, man. Ja, ik moet je zeggen, daarom dankjewel voor dit gesprek. Want ik vond het, ik las het gisteren, ik was je al een tijdje weer uit het oog verloren. Ik vond je toen al een leuke spring in het veld. We hebben elkaar natuurlijk op een podium ooit ook ontmoet en zo. Ja. Dus altijd wel enorm, ook jou en ook met jouw partner. Dat zijn gewoon een ontzettend leuk stel. Jammer dat hij er niet bij is overigens, want misschien moet ik die ook nog eens bellen. Ja, maar toen ik dat gisteren hoorde... Niet nu, please. Niet nu. Die moet in de kelder blijven, ja. Die zit opgesloten. Nee, maar het past zo bij jullie dat ik dit dan weer hoor. En dan denk ik van, ja, echt super gaaf. Complimenten. Ah, thanks. Superleuk. Ja. En natuurlijk vond ik het hartstikke leuk dat je bericht stuurde. En leuk om dit om even te kletsen hierover. Ja, en dat zullen de kijkers van CWD2 ook kunnen waarderen. Dus dank voor je tijd en ga snel weer aan het werk. Helemaal goed. Dankjewel, Ronnie. Laters. Hoi.